Welkom bij een podcast van Lean Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Caroline Massa. En deze aflevering is een speciale audio-weergave van het webinar. We gaan dieper in op slimme processen en sterk leiderschap. Veel luisterplezier. Dus misschien om te starten, welkom allemaal op deze webinar. Webinar van Lean Leadership. Over 5S. Je ziet daar heel duidelijk de titel. De 5S-methode als hoeksteen voor elke organisatie. Mm-hmm. Daar gaan we het een uurtje over hebben. Inderdaad, ja. Want wij vinden 5S een heel interessante tool om in een organisatie eigenlijk aan de slag te gaan. Enerzijds met de hardere dingen zoals productiviteit, efficiëntie. En aan de andere kant ook meteen te werken rond betrokkenheid en leiderschap. Vandaar dat wij daar eigenlijk zo sterk op inzetten binnen organisaties. Ja, en we willen daar vandaag een heel webinar aan wijden. Om daar eigenlijk onze visie over toch eens volledig uit de doeken te doen. Dat is inderdaad de bedoeling van deze sessie. Van vandaag. Voilà. Dus ik zou zeggen, laten we eraan beginnen. Ja. En ons doel is ook, en wij proberen ons heel strak aan de timing te houden, dus dat we echt om 1 uur kunnen afronden. Voor diegenen die met een strakke agenda zitten, zou dat zeker moeten lukken. Dus laten we eens eerst beginnen, hè. Ja, misschien eerst even kennis maken. Nu, ik denk de meeste deelnemers die kennen Lean Leadership wel. Maar misschien toch even uitleggen, Caroline, wat dat we doen. De meeste mensen kennen ons via onze podcast, via onze website of via onze webinars. Want ons doel is, heel nobel, hè, Caroline. We willen zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met slimme processen en sterk leiderschap. Dat is wat we willen. En dat is ook waarom dat we heel veel content eigenlijk gratis ter beschikking stellen. Mm-hmm. Wij geloven heel hard in de naam van ons bedrijf eigenlijk, in Lean Leadership. Daar geloven we in. En daar willen we ook zoveel mogelijk mensen mee bereiken. Dat is het hele nobele doel. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook een bedrijf. En als bedrijf willen we andere ondernemingen, dat kunnen grote bedrijven zijn, dat kunnen kleine bedrijven zijn, die willen we helpen eigenlijk. En vaak zijn dat groeiende ondernemingen waar dat de voorbije jaren al heel veel zaken veranderd, verbeterd zijn, maar die op een bepaald moment zien van de manier waarop dat wij werken, die is niet meer zo geschikt, die heeft eigenlijk die groei niet gevolgd. En dan komen wij in het vizier en dan komen wij eigenlijk helpen om de manier van werken, om dat te gaan verbeteren en dat beter te maken. Klopt. Dat is goed samengevat. Ik denk dat je dat goed hebt samengevat. Ja, ja. Wij zijn Maarten en Caroline van Leadership. By the way. We werken, als jullie vragen hebben of opmerkingen of wat dan ook, zet het even in de chat, dan kunnen we het daar zeker volgen. En dan gaan we daar ook proberen zo snel mogelijk op in te spelen. En ik denk dat we dan nu heel even in het onderwerp gaan duiken. Hè? Ja, misschien nog verder kennis maken. Mm-hmm. Dus, wat? Bij deze. We wouden eens even weten wat jullie eigenlijk naar deze webinar gebracht heeft, want het gaat toch over een heel specifiek topic. En we gaan ervan uit dat jullie daar dus op een of andere manier mee bezig zijn. Dus zouden we jullie eens even willen vragen om... Ja, we hebben daar 3 stellingen neergezet. De eerste is, ik heb een grondige kennis al van 5S. De tweede is, momenteel werken wij al met 5S in ons bedrijf. En de derde is, ja, we hebben de ambitie om op een of andere manier toch wel met 5S te starten of het naar een hoger niveau te tillen. En geef eens even in de chat mee waar jullie eigenlijk staan op dit niveau van... Ja, zijn jullie er al mee bezig? Wat is jullie kennis? We hebben daar een scoresysteem neergezet. Dus 1 is helemaal niet van toepassing. 5 is helemaal wel van toepassing. Waar zitten jullie ergens in dit verhaal? Zet het in de chat. Dan pikken we het op. En dan hebben wij een idee van... Ik zie 3'tjes, 4'tjes, 1'tjes, 2'tjes, 2'tjes. Judith bijvoorbeeld 4, 1 en 5. Hè? Dus Judith heeft bijvoorbeeld een grondige kennis. Wordt momenteel niet toegepast in het bedrijf, maar wel veel ambitie om ermee aan de slag te gaan. Mooi. Ja, dank u wel. Ik zie Hubert, dat Hubert ook al wat kennis heeft van 5S en zo verder. Ja. Okay. Ik zie Mohamed, 3 keer een 4, dus dat zit eigenlijk vrij goed, Mohamed. Het wordt al toegepast binnen uw bedrijf, maar... We willen waarschijnlijk nog verder mee gaan. Nog verder mee gaan, ja. Oké.
Oké, dat geeft wel een idee van de deelnemers, hè, Caroline. Dus heel veel Dus, mensen hebben nog wel kennis van het, van de methode. Ja, het is gevarieerd. Ik zie een heel aantal mensen die VWS wel al kennen en ook al toepassen, maar ik zie andere mensen die misschien nog wel weinig kennis hebben en die daar toch wel mee aan de slag willen. Maar goed. Dus een gevarieerd publiek. Ja. Oké. Okay. Mooi, dus voor diegenen die het dan misschien eigenlijk nog niet heel echt of heel goed kennen, gaan we toch eventjes duiken in, ja, wat is 5S dan precies, hè? Wat is de 5S-methode? Daar gaat het eerste punt dan ook zijn van de agenda. Ja. Vervolgens gaan we even inzoomen op hoe kan je 5S dan inzetten als hoeksteen van je organisatie, van je werkvloer. En dan ten derde, ja, waar kan je nog wat extra info vinden? Dat zijn eigenlijk de grote lijnen van de sessie van vandaag. Dus, wat is de 5S-methode, Ja, Maarten? Ah, wel, de 5S-methode die is na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, jaren 60, is die ontstaan binnen Toyota. Hè. Heel de lean gedachtegoed, hè, Toyota productiesysteem, is na de Tweede Wereldoorlog door Taiji Ono, hè, de bekende ingenieur van Toyota, heeft het eigenlijk ontwikkeld. En ook de 5S-methode is daar ontstaan. Hè. En 5S-methode, als je de volgende slide pakt, Caroline, als ik een definitie moet geven, dan is dat deze definitie. 5S is een methode om de werkplek te organiseren en georganiseerd te houden. Ja. En de tekening zegt eigenlijk alles. Mm-hmm. Je ziet hier een tekening voor 5S en na 5S. Hè. Voor 5S een chaotische omgeving, slordige omgeving, er zit geen structuur in. Er zijn precies geen afspraken gemaakt. Er ligt rommel. Het is slordig. Hè. Ja. Na 5S, een gestructureerde, opgeruimde omgeving, waar dat er met markeringen wordt gewerkt, er wordt met identificatielabels gewerkt, er wordt met kleurtjes gewerkt, alles lijkt een vaste plek te hebben. Er zijn duidelijk afspraken gemaakt, en die afspraken die zorgen ervoor dat dat alles ordelijk is. Vlot en, ja, en proper verloopt. Als we deze tekeningen tonen in bedrijven, als we de opstart doen, vraag ik heel vaak, waar bevinden jullie je vandaag? Ja. Mensen vinden het heel moeilijk vaak om toe te geven dat ze toch wel een beetje in die rommelige omgeving zitten. Ik denk ook niet dat dat heel vaak het geval is. Meestal zitten we zo ergens tussenin, ja, denk ik. Er zijn al hier en daar wel eens wat initiatieven genomen. En sommige mensen slagen er een beetje beter in dan anderen om orde te houden. Maar de rechtse tekening na 5S, ja, dat is natuurlijk een stukje. En mensen benoemen dat ook vaak zo. Ja, dat is de ideale wereld. Dat zouden we wel willen, maar we zien eigenlijk niet goed in hoe we dat kunnen houden. Dat hoor ik heel vaak. En daar wordt misschien ook niet gewerkt. Dat is ook ja, dat zeggen ze inderdaad vaak. Ja, daar doen ze niks. Dat kan niet dat zo proper erbij ligt. Ja, ja, dat hoor je heel vaak inderdaad. Dus voor en na 5S, het kan wel. Dat is onze ervaring zeker. Maar het vraagt inderdaad toch wel wat inspanning en methodiek om er echt mee aan de slag te gaan. Nu, we gaan nog eens even kijken naar de methoden om te organiseren en georganiseerd te houden. Ja, misschien nog één ding wat ik daaraan wil toevoegen. Je ziet hier eigenlijk twee tijdsaspecten. Hè? Organiseren en georganiseerd houden. Hè? Dus 5S is een methodiek om de werkplek vandaag, bij wijze van spreken, te organiseren. Hè? Om dat eens eenmalig juist te zetten, om dat eens eenmalig op te rommelen. En zo verder. Maar 5S gaat verder. 5S kijkt ook naar de lange termijn. Hoe kunnen we hetgeen wat we vandaag op orde zetten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat volgende week, volgende maand, volgend jaar ook nog altijd leeft en werkt. Ja. Mm-hmm. Voilà. Ja, en dan denk ik, als we het over lean en leadership hebben, dat het eerste stukje gaat over het lean stuk. Het tweede stuk gaat veel vaker over het standhouden. Gaan standhouden gaat over het leadership stuk, over het leiderschapstuk. Nu, 5S, dat is een methodiek die uit 5 stappen bestaat. Die stappen zijn niet per definitie chronologisch. Die kunnen door elkaar lopen. Maar het zijn 5 stappen die alle 5 met een S beginnen. In het Japans ook. Maar we hebben dat mooi vertaald naar het Nederlands. En je ziet hier de verschillende stappen, Caroline. De eerste stap is scheiden. Ik ga dat kort toelichten. Scheiden wil zeggen, je ziet het aan het icoontje. Scheiden wil zeggen, we pakken eigenlijk alle voorwerpen vast. We gaan naar de werkplek, we kijken wat er allemaal ligt, wat er allemaal aanwezig is. En we stellen ons de vraag, hebben we dit allemaal nodig op deze werkplek? En de dingen die we nodig hebben, die houden we bij.
De zaken die we niet nodig hebben, die gaan we verwijderen. Ja. Ik vind het altijd bijzonder, want dat lijkt super simpel. Ja. En dan merk je, dat is vaak een fase waar al heel veel weerstand komt, want mensen nemen heel moeilijk afscheid van dingen. Ja, Hè? absoluut. Dus dat is al vaak heel emotioneel, vind ik, in Deze zo'n stap is moment. ook een eye-opener. Dus als wij projecten doen bij klanten, dan gaan we ook effectief de werkvloer op en Ja. gaan we samen met hen kijken, alles wat hier niet ligt, dat gaan we wegdoen. En vaak denken mensen, ja, maar bij ons is het wel opgeruimd en Ja. je gaat zeker niks vinden dat we het niet nodig hebben, totdat we eraan beginnen. En ja, dan blijkt dat een heel vruchtbare stap te zijn, Inderdaad. om het zo te zeggen. Dus, dan gaan we naar de tweede stap, schikken. Schikken wil zeggen, alles wat we wel nodig hebben, dan gaan we een vaste plek geven. En de tools die we daar gebruiken, je ziet dat ook weer aan de tekening, dat is markeringen op de vloer, schaduwborden, rekken die geïdentificeerd worden. Ook een layout tekenen we vaak in die stap, samen met de medewerkers, gaan we alles een vaste plek geven. Dan de derde stap, de stap schoonmaken. Schoonmaken, naam spreekt voor zich. Opruimen, poetsen, kuisen. En herstellen En ook, hè? herstellen vaak. Want schoonmaken heeft ook te maken inderdaad met inspectie, hè. Als je thuis je auto met de hand wast, doet je dan nog aan een auto met de hand wassen? Nee. Nee. Auto wassen te koeren is Ah ja, al dat een is al moeilijk. uitdaging. Ja. Nee, maar als je je auto met de hand wast, dat is ook het moment om te zien, ja, waar zitten hier die krassen op die auto? Waar zitten de dingen die beschadigd zijn? Hetzelfde geldt op de werkvloer. Als mensen hun eigen werkpost, hun eigen werkplek gaan kuisen, dan gaan ze zien waar dat de beschadigingen zich bevinden of de defecten. Dat is natuurlijk ook de bedoeling om het op te Om lossen. het op te lossen, Ja. inderdaad. Eerste drie stappen, 1S, 2S, 3S, dat is de korte termijn. Dat zijn zaken die we op één dag kunnen doen. En de vierde S en vijfde S zorgen dan meer voor de lange termijn. Ja, Het inderdaad. standaardiseren, dat heeft te maken met het maken van afspraken. Kort door de bocht, je ziet dat ook op de tekening, wil dat zeggen dat we een planning gaan maken. We gaan bepalen, wat moet er gereinigd worden? Wat moet er gepoetst worden? Wat moet er aangevuld worden? Wat moet er verwijderd worden? Wat moet er gecontroleerd worden om alles Ja. een beetje... Wat moet er gebeuren, wanneer moet gebeuren en wie moet het doen? Ja, je Ja. komt daar een beetje in. En hoe Ja. moet het ook gebeuren in sommige Inderdaad, gevallen? inderdaad. Ja. En dan de vijfde S is standhouden, dat is het stimuleren. Ook daar zijn er een aantal methodieken. De meest bekende is een Gemba walk of een rondgang, een periodieke rondgang, om alles te gaan opvallen. Voilà. Hoe ziet het er dan uit? Ja, hoe ziet het er dan uit als we 5S gedaan hebben? Dan zie je hier een aantal foto's van hoe dat 5S eruit ziet. Ja, hoe de ideale wereld er zou kunnen uitzien op de werkplek. Dus dit voor mensen die het misschien wat minder goed kennen, voor diegenen die het zelf al implementeren, is dit natuurlijk niets nieuws. Maar het geeft toch een beeld, een vogelvlucht van wat die 5S-methodiek eigenlijk inhoudt op de werkvloer. Ja, klopt. Klopt, klopt, klopt. Dit is de foto's hebben ook vooral te maken met een maakindustrie. Maar VRS kun je even goed toepassen ook in een administratieve De omgeving, omgeving, in ja. een logistieke omgeving. VRS kun je toepassen in allerlei soorten sectoren. Ideaal ook om thuis garages en kelders en kasten op te ruimen. Dat Ja. werkt ook zeer goed. Stukje standaardiseren en stand houden is daar wat moeilijker. Maar het werkt wel. Het is een poging waard, heb ik geleerd. Dus zeker doen, zou ik zeggen. Klopt. Nu. Dus eigenlijk is dit in een notendop, hè, want als Ja. we daar introductietrainingen rond geven, dan zijn dat vaak iets langere sessies dan de 5 minuten die we nu hebben genomen om 5S toe te lichten. Maar in een notendop is dit wat 5S is, hè. Orde en netheid is een methodiek om de werkplek te gaan organiseren, om de werkplek proper te houden in eerste instantie, maar ook efficiënt te maken. En hoe gaan we dat nu doen? Hoe kan je dat nu gaan inzetten? En daar gaan we nu eigenlijk eens even op doorbomen, want dat lijkt super simpel. Wat is er nu zo moeilijk aan orde zetten, dingen weggooien en een beetje afspraken maken? En toch merken we, en ik vermoed dat iedereen die hier nu aan het meeluisteren is, dat wel herkent, ja, dat blijkt toch wel heel moeilijk te zijn in een werkomgeving. Waarom? Ja, we zijn met heel veel verschillende mensen die daar samenwerken en meestal hebben wij allemaal wel een iets ander idee over wat
organisatie, orde en netheid nu werkelijk inhouden? We komen allemaal uit andere omgevingen en we kijken daar gewoon volledig anders naar. En je merkt heel vaak, ja, dat toch wel heel moeilijk is om daar een gezamenlijke visie rond te ontwikkelen. Ja, en deze methodiek, eigenlijk ben je ook met een verandering bezig, Ja. met een belangrijke verandering binnen een organisatie. En daarom, want eigenlijk wij houden van die methodiek, hè, Caroline, ik ga dat Ja. woord zo uitspreken, we hebben er echt een hart Absoluut. voor, omdat het een manier is om een bedrijf te laten veranderen. En om ook ja, al het achterliggende mee te veranderen Ja, binnen een een bedrijf te organisatie. laten veranderen en ook van onderuit die verandering mee te creëren. Ja, Dat klopt. vind ik het hele mooie eraan. Klopt. En daarom geloven wij ook dat elk bedrijf, elke sector kan 5S, kan deze methodiek gaan inzetten Ja. om die organisatie naar een hoger niveau te tillen. Absoluut. En dat gaan Geweldig. we nu uitleggen aan de hand van Een een ijsberg. ijsberg. Want zo zien wij eigenlijk 5S. Er is een stukje van 5S, hè, van die methodiek, is er een deel, ja, wat heel duidelijk is, wat heel transparant is. Dat is het stukje dat boven de waterlijn uitkomt natuurlijk. Ja, dat gaat over wat daar staat, hè. Orde en netheid, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid. Ja, al die dingen die je eigenlijk meetbaar kan maken, die zichtbaar en meetbaar zijn. En die ook direct zichtbaar zijn. Ja, Hè? waar je onmiddellijk resultaat van kunt hebben bijna. Inderdaad. Ja. Maar zoals elke goede ijsberg zit daar natuurlijk een veel groter deel onder water. En ja, dat zijn die zaken waar we niet zo onmiddellijk zicht krijgen, die ook niet ja, zo gemakkelijk te meten zijn altijd, maar waar je wel degelijk mee aan de slag gaat als je VVS op een goede manier implementeert. En dan gaat dat, ja, het heel onderste begin ik dan misschien wel mee. Het gaat eigenlijk dat je inderdaad een cultuur gaat veranderen en hopelijk verbeteren door vanuit die 5S te vertrekken. Dus in die end is 5S, ja, het wordt proper, maar ondertussen ben je ook je cultuur aan het scherpstellen in een organisatie. We spreken dus ook over, ja, we gaan afspraken maken, er gaat structuur en organisatie komen. We gaan aan betrokkenheid werken en aan verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid en verantwoordelijk ook terugleggen waar ze moet liggen. En dat betekent dan natuurlijk dat je ook aan het leiderschap gaat werken. Maar dat stukje, hè, dat is logisch, dat voelt iedereen onmiddellijk. Dat is het deeltje dat onder de waterlijn verborgen zit en waar je, ja, toch wel wat meer tijd en energie moet insteken om ook daar echt mee aan de slag te gaan. Absoluut. Dus, Misschien moeten we dat eens in detail uitleggen, ja, Caroline. inderdaad. Ja, meer orde en netheid, dat is ondertussen een evidentie, denk ik. Ik denk dat dat vrij logisch is als ik de methodiek uitleg. En de meeste mensen kennen 5S ook zo. Hè. 5S heeft met orde en netheid te maken. Voorbeelden die ik daarnet aanhaalde, onnodige voorwerpen verwijderen en de nodige voorwerpen een vaste plaats geven. Taken uitvoeren, reinigingstaken, opruimtaken en zo verder, om stand te houden. Het is heel logisch, deze methodiek draait over orde. Draait om orde en netheid, draait om werkplekorganisatie. En dat is misschien wel een leuke, hè? Want ja, orde en netheid, wat is die kracht daar nu van? Dan zijn we eens eventjes eigenlijk gaan zoeken, want waarom is dat zo, ja, een beetje bijna een universele taal, wil ik zeggen, in een bedrijf? En er zijn toch wel wat redenen om daarmee aan de slag te gaan, hè? Ja, orde en netheid, zoals het hier staat, laat niemand onberoerd. Hè. Iedereen heeft daar een mening over. Iedereen voelt zich daar ook betrokken bij. Zowel de medewerker op de werkvloer, maar ook de directeur in de directiekamer. Orde en netheid, ja, iedereen heeft daar wel een mening over. Ja, klopt. En zelfs diegenen die er nu niet bepaald actief aan meewerken, hebben er wel een opinie over. Hè? Mensen die, en dat merk ik ook vaak, die er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn, geven ook een signaal af. Van ja, dat is vaak dan inderdaad, goh, het interesseert ons niet, het kan ons eigenlijk niet schelen, het ligt hier toch al smerig, waarom zouden wij nog moeite doen? Dus die dingen, dus ook daar Dus er zit, voelen mensen zich voilà, betrokken. wij geloven, en dat zien we ook, dat door met orde en netheid bezig zijn, mensen zijn er emotioneel bij betrokken. Iedereen binnen een organisatie is Ja. daar emotioneel bij betrokken. Ja, inderdaad. En zeker omdat het echt wel werkplekorganisatie, hè, dat is het synoniem voor VWS, het gaat over de eigen werkplek. Hè. Voor de operator of voor de bediende, het gaat echt over ja, die plek waar dat die persoon elke dag, continu dag in, dag mee uit bezig bezig is. is. Hè. Ja, waar ze zich bewegen. Hè? Ja. Dus ja, en de VWS-methode heeft ook een directe en een vrij snelle impact op die eigen werkplek. Ja, en laten we eerlijk zijn, allee, ik ben nu eventjes de data precies kwijt, maar
Het is ondertussen wel degelijk bewezen dat een aangename, propere omgeving echt impact heeft op ons welzijn, hè? Het is zelfs bewezen dat mensen minder crimineel gedrag vertonen in omgevingen die proper zijn. En dat is logisch. Als jij in een straat wandelt waar geen vuil ligt, dan ga je zelf ook geen vuil achterlaten. Dan ga je ergens zo ja, geduwd worden, hè, om het ook proper te houden. Maar ligt daar al veel rommel, ja, waarom zou je er dan niet niks bij gooien? En dat gaat ver in onze manier van Ja, dus denken. je ziet daar ook weer die emotionele Ja, betrokkenheid. Hè? Iedereen is binnen de enorm. organisatie Ja. is emotioneel betrokken. Bij orde en Bij orde en netheid. netheid. Ja. Dus de noodzaak om aan orde en netheid te werken, dat is vaak ook onbetwistbaar. Je moet dat niet uitleggen. Het is veel moeilijker om uit te leggen waarom dat we met een nieuw SAP of ERP-systeem moeten gaan werken. Ja, Daar krijg je inderdaad. mensen niet warm voor. Of orde en netheid wel. Wel. En dat is voor mij ook de kracht. Van die 5S-methode. Ja, je krijgt mensen snel mee. Mensen begrijpen snel waarom dat dit Ja. belangrijk is. En ze Ja. voelen ook snel de impact. Klopt. Ik denk ook nog aan iets wat ook een heel belangrijke hier is, is een bepaalde fierheid over je werk. Uiteindelijk willen wij graag allemaal goed werk doen en toch een bepaalde fierheid halen uit wat we doen. En die omgeving straalt dat ook af. En als er dan bezoekers komen op een werkplek of wat dan ook, ja, als dat er goed uitziet en ja, aangenamer uitziet, ja, dat doet iets met ons, hè? Dus. Dus wij geloven dat 5S het ideaal, of de ideale uitvlucht is om, ja, om een organisatie te laten veranderen, te laten Inderdaad. evolueren. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. We zijn er heel erg graag mee bezig, alleszins. Ja. Dus. Maar er zijn nog, we hebben het nu gesproken over orde en netheid en de kracht ervan. Maar natuurlijk laten we niet ja, de facts en figures in het oog verliezen. Hè? Want 5S staat voor betere efficiëntie, meer veiligheid, meer kwaliteit. Absoluut. En vaak is dat moeilijk. Onze klanten vragen dat ook, van ja, hoe kunnen we dat nu in cijfers uitdrukken? Want we willen toch aan ons management en onze directie laten zien dat we, ja, dat we vooruitgang aan het boeken Ja. zijn. En dat kan. Want 5S gaat ervoor zorgen dat je ook je productieproces of je waarde toegevoegd proces, hoeft daarom geen productieproces, kan ook een administratief proces zijn, kan ook een logistiek proces zijn. 5S gaat ervoor zorgen dat je dat visueel gaat beheersen. Door markeringen aan te brengen, alles een vaste plek te geven, duidelijk te gaan nadenken over hoeveel je van alles nodig hebt. Door duidelijk dat te laten zien welke producten of projecten op schema zijn en welke niet. Door duidelijk te laten zien welke afspraken dat nagekomen worden en welke niet. Ja, gaat je je proces visueel Ja. beheersen. En doordat je je proces visueel gaat beheersen, gaat je ook betere resultaten halen. Dus je productiviteit, je efficiëntie gaat verbeteren. Je kwaliteit gaat verbeteren. Maar ook naar veiligheid toe, een opgeruimde werkplek zorgt ook, is ook een veilige werkplek. Veiliging, ja. Um. Ja, en ik denk ook als je het proces visueel beter beheerst, je gaat ook verspillingen veel meer beginnen opmerken. Die Absoluut. anders verborgen blijven tussen alle rommel, zal ik zeggen. Ga je veel beter beginnen te zien, ja, maar waar geven wij allemaal geld aan uit? Zo een van die typische voorbeelden waar je zo vaak merkt is. We hebben het onlangs nog gehad in een bedrijf, ja, het is waar veel mechaniekers werken aan kranen en zo verder. En die blijven maar schroeven en bouten bijbestellen, omdat ze eigenlijk diegene die ze een maand geleden besteld hebben, al niet meer vinden. In de rommel. Dus koop er nog maar bij en bij. En als je dan begint kasten open te doen, dan vind je doosjes hier en doosjes ginder. En ja, allemaal verspilling die niet nodig is. Maar ja, ze merken het gewoonweg niet op, hè? Absoluut. Dus efficiëntie, veiligheid en kwaliteit. Ja, 5S gaat ook over verbeterde afspraken. Hè. En ik geloof heel hard in dit schema. Dus wat is eigenlijk de essentie van 5S? Binnen 5S worden er afspraken gemaakt. Afspraken, wat Ja. hebben we wel nodig, wat hebben we niet nodig, welke layout gaan we toepassen in de omgeving, welke taken moeten hier gebeuren, hè, reinigen, aanvullen, verwijderen van die zaken. Dat zijn allemaal afspraken. 5S draait echt om het maken van afspraken. En ook het maken van afspraken met de medewerkers die elke dag Daar zich werken. daar werken. Ja. Ja.
Binnen VRS gaan we die afspraken ook visualiseren. Hè. Markeringen op de vloer, een schaduwbord, takenlijsten, een opvolglijst enzovoort. Dus we maken die afspraken zo visueel mogelijk, zodat het heel makkelijk is om die afspraken te gaan volgen. En dan heel belangrijk natuurlijk is, die afspraken moeten opgevolgd worden. Door leidinggevenden, maar ook door medewerkers zelf. Ja. We moeten elkaar gaan aanspreken over het al dan niet volgen van die afspraken. En ook, niet alleen aanspreken, ook kritisch genoeg zijn en de vraag stellen, ja, hoe komt het dat sommige afspraken niet gevolgd worden? Hebben we wel de juiste afspraken? En misschien moeten de gemaakte afspraken dan gefine-tuned worden, verbeterd worden, nog fijn geslepen worden. En dan worden afspraken terug opnieuw aangepast. Ja. Mijn ervaring is dat dit echt wel vaak een kritisch moment is in de hele VVS-implementatie. Het maken van de juiste afspraken en vooral ook medewerkers moeten leren om daar dan ook vaak hun mening uit te spreken. Je komt in veel organisaties wel eens zo'n soort aangeleerde hulpeloosheid tegen. Dat medewerkers zeggen, ja, dat een baas maar zegt, dat een teamleader moet maar zeggen wat we moeten doen, of de ploegbaas moet dat maar oplossen. Nee, nee, nu moeten jullie meedenken over hoe het moet gebeuren. Wat is volgens jullie de beste manier om het te doen? En daar merk je meteen al, ja, daar zit je al echt in die betrokkenheid waar we het dadelijk nog over gaan hebben. Maar dat is niet altijd een hele gemakkelijke. Ook hier zit vaak toch wel wat weerstand op, om mensen het gevoel te geven dat ze zich mogen en kunnen uitspreken over die afspraken. Ja, ja en inderdaad, dus dat is een beetje de hindernis bij het maken van afspraken. Ik merk zelf de hindernis bij het volgen van afspraken, ja. Het opvolgen van afspraken. Ja, want daar gaat die leidinggevende ja, feedback moeten geven, moeten gaan opvolgen en zo verder. Dus die afspraken zijn een superbelangrijke stap in het hele proces. Want die gaan dan meteen eigenlijk rond die betrokkenheid en die verantwoordelijkheid werken. Ja, bij de implementatie van VWS wordt er echt wel heel goed geluisterd naar de medewerkers. De medewerkers die elke dag werken op die werkplekken met dat materiaal, die we gaan aanpakken. Dus het is wel heel belangrijk om inderdaad hun stem te horen, maar ook om hen te gaan activeren. Dus VWS gaat ook over het uitvoeren van hele kleine acties, zoals bijvoorbeeld markeringen op de vloer maken, met plakband bijvoorbeeld. Of een bepaalde rek bestemmen. Of dingen gaan verven. Of een kast leegmaken en dingen verwijderen. En dus het gaat vaak over hele kleine zaken waarbij medewerkers geactiveerd kunnen worden. Ja. Vaak zie je ook heel veel creativiteit. Hè? VVS gaat over heel veel creativiteit. Ja. Hoe kunnen we met een aantal kleine aanpassingen die werkplek verbeteren? Ja. Dit gaat vaak ook over knutselen en sommige van onze klanten gaan daar heel ver in. Die voorzien bijvoorbeeld een knutselhoek met een aantal materialen en een aantal gereedschappen waar dan medewerkers zelf aan de slag kunnen om dingen in elkaar te gaan steken. Dus dan zie je dat VWS ook een methode is om medewerkers te gaan activeren, om medewerkers initiatief te laten. Ja, zelf aan de slag te zelf gaan, aan de slag te met gaan. Hun eigen omgeving. En je ziet dat sommigen in het personeelsbestand, dat sommige mensen daar heel erg snel op springen en daar ook heel goed in zijn, en dat anderen toch liever wat meer beetje afstand maken. Ja. Ja, inderdaad. En dan die laatste vind ik wel mooi. We hebben dat nu al een paar keer, denk ik, wel gezegd, maar we gaan daarop blijven hameren. VVS staat hier mooi, is een spel van rechten en plichten. Ja, dat klopt. Klopt. De medewerker wordt verondersteld, hij heeft een aantal rechten en hij mag meedenken en meecreëren, maar het vraagt ook, de afspraken die dan samen worden gecreëerd, moeten ook nageleefd worden. En daar wordt ook op gehamerd uiteindelijk. Hè? Ja, misschien nog verder dan dat zelfs. Van medewerkers wordt ook wel verwacht, en medewerkers die meedoen, die mee betrokken worden, wordt ook wel verwacht dat zij het project mee uitdragen, dat zij hun collega's gaan informeren, dat zij trainingen gaan geven, dat zij ook zelfs hun medewerkers, we hebben sommige bedrijven waar dat medewerkers elkaar daarin coachen, elkaar daarin feedback geven. Kan dat vandaag even? Kan dat van vandaag op morgen allemaal? Misschien niet. Soms, maar op lange termijn moet dat wel streepdoel zijn. Ja. En dan zie je dat je die organisatie, die misschien een beetje in slaap gesukkeld is, dat je die op die manier terug gaat. En je doet letterlijk het stof er eens af. Hè. Ja, letterlijk. De spinnenwebben en het stof er eens af en alles is terug opfrissen en reactiveren. En dan automatisch komen we in het hele leiderschapstuk. Hè. Ja, klopt. Ja, 5S, de methodiek,
Geeft een aantal handvaten aan leiders. Het gaat hier over afspraken die gemaakt zijn. Het gaat hier over takenlijsten. Het gaat hier over actielijsten. Het gaat hier ook over een rondgang die georganiseerd wordt met een aantal gestandaardiseerde vragen. Dit zijn allemaal handvaten die leiders, zeker beginnende leiders, maar ook leiders die misschien Denk ik dat ergens in belangrijk een is. moeilijke situatie gestukkeld zijn, die hen echt helpen om terug met dat team aan de slag te gaan. Ja. Je creëert eigenlijk een soort veilig kader, hè? Die 5S-structuur, een veilige structuur, waarin leiders met hun leiderschap kunnen experimenteren en leren. Ja. Hè? En omdat je duidelijke afspraken hebt, is het ook veilig voor hen om daar binnen te werken. Absoluut. En we merken inderdaad, voor beginnende leidinggevenden helpt dat toch wel om dat leiderschap scherp te stellen en zichzelf daarin te Ja. heruitvinden, Maar heel vaak. evenzeer voor leiders die in teams zitten waar het even moeilijk gaat, kan een 5S-traject helpen om die manier van samenwerken en die manier van omgaan met medewerkers om dat te gaan verbeteren. Ja. En we hebben zo'n aantal klanten die we heel intensief opvolgen, hè, waar dat we eigenlijk de opvolging van het 5S-traject heel intensief doen, echt één op één met de leidinggevende. En wat dan begint rond orde en netheid, gaat al heel snel over, ja, maar het is moeilijk om met bepaalde mensen samen te werken, of het gaat ook soms over absenteeïsme, of mensen die weinig initiatief pakken, of mensen die niet mee willen. En dan gaat het niet altijd over orde en netheid, dan gaat het ook vaak Ja. over het eigenlijke wij. Dus je ziet dan ook hier weer dat 5S een beetje een allegorie is voor het echte werk. Werk, ja, klopt. Dus het leiderschap, ja hoor. Ja, misschien ook nog zeggen, leiderschap respecteren, wat bedoelen we daarmee? Gedurende, en daar is die 5S-methode ook heel geschikt voor, de hiërarchie binnen een organisatie moet gerespecteerd worden. Wij geloven daar heel hard in. Dat is het principe van de sponsorship spiral. We hebben er ook een podcast Ja. over opgenomen. We vinden het wel belangrijk dat medewerkers gecoacht en geïnformeerd worden door een rechtstreekse leidinggevende. Dus die hiërarchie moet daarin spelen. Hè? En die 5S-methode kunnen we daar ook Ja. perfect op En toepassen. hoe die hiërarchie er dan uitziet, ja, dat kan in elk bedrijf enigszins verschillen, maar we gebruiken ze wel om het 5S-verhaal te gaan versterken. En ook weer om die leiders echt op hun Ja, leiderschaps, daar te zetten waar ze echt aan het moeten, stuur te ja, aan zitten, het, te ja, zetten van op de het team. juiste manier, Ja, inderdaad. Ja. klopt. Ja. Dus, Ja, leiderschap, je ziet hier een aantal zaken ik denk dat we opgesomd. heel veel al benoemd Ja. hebben. Ja, dus 5S helpt om te leren acties te delegeren, om te leren instrueren en aan te leren, om te leren feedback te Ja. geven. Dat geldt voor leiders, maar het geldt ook voor medewerkers onder Ja, elkaar. absoluut. Helpt ook om moeilijke gesprekken te voeren. Er zijn zeker moeilijke gesprekken. Mensen die doorheen dit veranderingstraject misschien niet mee willen. Of misschien conflicten. En we komen vaak heel wat historische conflicten tegen tussen medewerkers die in het verleden niet zijn opgelost en die dan plots met 5S echt wel met elkaar moeten leren samenwerken. Dus het gaat ook over moeilijke gesprekken, conflicten oplossen. Het gaat over betrekken, responsabiliseren. Ik denk dat we dat er net al hebben uitgelegd. En het helpt leiders om te leren luisteren, vertrouwen te hebben, motiveren, mensen te laten groeien en ook verantwoordelijkheid te laten. Voor diegenen onder jullie die vertrouwd zijn met situationeel leiderschap, kan je merken dat eigenlijk elke fase van het situationele leiderschap hierin zit. Het gaat van het instrueren, over het coachen, naar het luisteren, naar het delegeren en alles wat daartussen zit. En dat je eigenlijk echt op zoek moet gaan naar, ja, waar zit elk lid van dat team waar ik mee werk, waar zitten die ergens in heel dit verhaal? En hoe kunnen we die naar een volgend niveau brengen of hoe kunnen we die helpen op optimum van zijn kunnen te gaan presteren. Dus situationele leiderschap komt hier eigenlijk helemaal in terug. En dat maakt het natuurlijk heel boeiend om daar echt mee aan de slag te gaan. Klopt. En dan hebben we nog, ja, 5S's. Als we al die dingen echt goed inschalen en daar echt grondig mee aan de slag durven gaan, dan voel je dat je automatisch terechtkomt in een verbeterde cultuur. Je gaat automatisch je bedrijf naar een hoger niveau gaan tillen.
En waar dat dan de 5S-methode misschien de wat is, Heel de erg wat gaan we concreet doen, is heel en heel erg concreet is, praktisch. dan zie je, ik hoop dat jullie dat ondertussen zien, dat je eigenlijk stiekem aan de cultuur aan het werken bent. Namelijk, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we leiding geven? Hoe gaan we mensen laten samenwerken? En ja, dat is toch wel hetgeen waar dat Lean Leadership ook voor staat, waar dat we Ja, heel hard in geloven. ik denk oprecht dat als je vertrekt opnieuw van iets heel concreet en praktisch. Maar vandaag, als je in bedrijven komt, gaat het heel veel over inclusie, over duurzaamheid. Wel, dan is 5S één van de manieren om in bepaalde werkomgevingen echt aan inclusie en duurzaamheid te gaan werken. Op een manier die heel praktisch en concreet is. En die heel snel impact kan hebben. Ja. Absoluut. En dat vind ik ook leuk aan 5S, hè, want we krijgen vaak de vraag van potentiële klanten die dan zeggen, ja, we zouden aan het leiderschap van onze leiders moeten werken. Hè, en we zouden mensen meer moeten leren delegeren, feedback geven, meer naar mensen luisteren en zo verder. En die verwachten dan een klassikale training. Maar dat doen we niet, hè, Caroline. Dan zeggen we, niet oké, meer. okay, we gaan Nee, jullie dat niet. meepakken in een 5S-traject. Want Ja. eigenlijk is dat, terwijl we 5S aan het uitrollen zijn, dat is de beste manier om een Om. organisatie te laten heel, heel praktisch, heel concreet in het werk van elke dag te laten groeien. Ja, en natuurlijk, hè, je merkt, 5S is typisch iets wat op een, ja, op een werkvloer of een werkplek gebruikt wordt. En mensen hebben soms zoiets, ja, dat is goed voor bij wijze van spreken in de fabriek, maar ja, heeft dat ook impact op de andere hiërarchische lagen of de andere structuren binnen de organisatie? Eerlijk gezegd, ik denk oprecht van wel. Je kan dit niet doen. 5S kan niet floreren in een omgeving die niet gedragen wordt en waar er geen ondersteuning is vanuit de hogere managementlagen ook. Iedereen wordt eigenlijk gedwongen om mee te denken in die richting. Ja, en we doen dit ook in een kantooromgeving. Ja. We hebben ook een paar HR-teams zelfs waar dat we Dit ook dit doen. doen. Hè. Ja. Dus het is veel meer. Allez, je merkt, ik hoop dat jullie merken dat wij heel erg. Gedreven zijn in deze aanpak, gewoon omdat het, ja, het is zo laagdrempelig voor diegenen die het moeten doen en je kan er zoveel mee veranderen in de organisatie. Dat vind ik echt wel mooi. Misschien moeten we wel vragen stellen aan de deelnemers. Wat denken jullie hierover? Je hebt gemerkt dat wij er inderdaad heel gedreven rond zijn en zeker rond dat stukje. En waar het veel verder gaat dan puur orde en netheid, maar ook betrokkenheid en leiderschap. Wat is jullie ervaring daarmee? Zeker diegenen die het al een tijdje gedaan hebben, hebben jullie gelijkaardige ervaringen of zien jullie dat anders? Zet misschien eens heel even in de chat, ja, hoe jullie daar naar kijken. Dat vind ik wel een interessante. Ik zie dat Stef zegt, 5S brengt rust. Ja. Absoluut. Hij zorgt voor structuur, hè. Zorgt voor duidelijke afspraken. Ja. Klopt, ja. Klopt helemaal, hè. En dat is ook zo een zuivere, opgeruimde omgeving. Dat geeft ook rust in het hoofd van mensen. Het is duidelijk wat er van hen verwacht wordt, hè. Stef zegt ook iets moeilijker op werkposten met veel variatie. En dat hebben we ook al ervaren, maar. Ja, dat klopt zo, maar ik denk zelfs. Op die werkposten waar het moeilijker is om dit te doen, dat is zelfs de reden om het te doen. Ja. Hè. Dus wij doen dit bijvoorbeeld ook op werven, hè, bouwwerven. En bouwwerven, heel typisch daaraan is dat je heel veel Ja, variatie hebt. op alle Heel veel verschillende niveaus. activiteiten, heel veel verschillende mensen ook. Ja. Maar het zijn net in die omgevingen dat het ook interessant is om duidelijke afspraken te Ja. maken, om een duidelijk systeem te hebben. Dank rust. Ja, ik zie ook dat iemand antwoordt. Het probleem is vaak dat het losgelaten wordt door het management en dan gaat Ja. het snel verwateren. Ja. Ja, klopt. Heel terechte opmerking. Vandaar ook het belang dat het management volledig mee is in het verhaal en dat ook actief gaat ondersteunen en mensen daartoe appelleert uiteindelijk, hè? Mensen gaat aanspreken erop, hè? En dat is ook Ja. wat wij proberen te doen, hè, is dat we nemen altijd dat management mee Nee. natuurlijk. En we laten die zelfs uitvoeren. Hè. Dus rondgangen, maar zelfs het stukje scheiden. De trainingen die we voorzien. Hè. We hebben Ja. zo'n siphonoefening, dat is een heel praktische oefening. Om 5S op een tweetal uur eigenlijk volledig aan te leren. Daar pakken we hen ook in mee. Hè. Dus, Maar ik vind het een heel terechte opmerking. We hebben ook de ervaring als 5S.
Ja, enkel ingevoerd wordt als een tool voor orde en netheid. Nee, dan gaat het niet blijven werken. Ik zeg niet dat het niet kan, maar voor, we hebben toch nog niet vaak succesvol gezien als het op Nee. die enkel daarover gaat. Ja, klopt. Ja. Ik zie nog andere commentaar van u beiden bijvoorbeeld is. Het leuke is de betrokkenheid en de ideeën van de medewerkers te ondervinden. Absoluut. Hè? Dus Ja. met WWS geef je echt wel zo'n. Je gaat je organisatie opschudden Ja, eigenlijk. terug wakker Ja, maken, klopt. inderdaad. Klopt. Ja, letterlijk. Ja, en het klopt ook inderdaad. Als het losgelaten wordt, dat je ook wel snel het verval ziet. Hè? Lege schaduwborden en zo verder. Hè? Dus, Het vraagt een continue aandacht, maar uiteindelijk is dat ook een stuk wat er ja. van een management en leiderschap verwacht wordt. Dat je mensen aandacht blijft geven en ja, dingen verwateren soms, dat gebeurt bij ons allemaal, dus. Het is een manier om je organisatie eigenlijk scherp te houden. Ja. Ik zie een vraag van Ella Kuppes bijvoorbeeld. Hoe kan het management dat ondersteunen, dat praktisch ondersteunen? Ja, ik denk vooral in eerste instantie is het belangrijk om met het VWS-project, wat wij dan doen is een A3 opstellen. En een A3 is eigenlijk ja, de start van elk project. Dan gaat je heel goed nadenken, waarom moeten we dit eigenlijk als Ja. organisatie doen? Wat hebben wij als organisatie erbij te winnen? En ook, hoe gaan we dit project laten dragen binnen de hele organisatie? Wie gaan we voor welke stappen verantwoordelijk maken? En dan is het heel belangrijk om dat management mee in het hele proces, in de hele methode te gaan betrekken ook, hè. Dus bijvoorbeeld, als we een Gemba-walks rondgangen doen, het management moet erbij aanwezig zijn. Zelfs als we een kick-off doen van een bepaalde zone, willen we vertegenwoordigers van het management daar aanwezig om op voorhand aan medewerkers uit te leggen waarom dat dit voor hen ook belangrijk is. En anderzijds op het einde van die dag ook even te komen horen, wat hebben jullie allemaal gedaan? Dus dat management moet mee de werkvloer opgetrokken worden. Dat is eigenlijk wat wij met Ja. VWS doen. Ja. Ik zie dat Stef ook zegt dat je inderdaad 5S kunt koppelen aan Kata. Kata is een methode om te gaan coachen. En absoluut, hè. Ja, klopt helemaal. Ja, ik zie dat Mohamed zegt dat hij het moeilijk vindt om het sustainen, hè, dus de vijfde S, dat is het Ja. moeilijkste stuk, en ook het management te overtuigen voor budget, hè. En dat klopt, hè, Mohamed. Het is inderdaad heel moeilijk. 5S, en zeker als het over orde en netheid gaat, managers willen vaak het bedrag zien, van hoe brengt men erop, hè. Ja. En er zijn mogelijkheden om dat te doen. Ik heb er ook een artikel voor geschreven op onze site, hoe dat je dat kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld het aantal arbeidsongevallen in kaart brengen en gaan kijken binnen die arbeidsongevallen welke zijn echt te wijten aan orde en netheid. Hè. En je kunt ook gaan kijken naar wat is de zoekkost, wat zijn de kwaliteitsproblemen die we zijn tegengekomen die echt wel met orde en netheid te maken hebben. Klopt, het vraagt soms, omdat het vraagt zeker een Wat investering, creativiteit. maar het vraagt wat creativiteit. En opnieuw, als het management niet overtuigd is, dan is het inderdaad een heel moeilijke om het stand te houden. Dat merken we keer op keer. Dus die waarom doen we dit? Ja, dat is zo belangrijk. En dat moet verder dragen dan, ja, dan die heel simpele eerste antwoorden. Daar moet een gedrevenheid achter Ja. zitten. Ja. We gaan in november een volgende webinar doen. Het staat nog niet op de site. Moeten we er nog op zetten. En dat webinar gaat gaan over hoe kun je nu VWS implementeren. En het stukje hoe neem je management mee, gaan we zeker Ja, behandelen in dat webinar. Ja, komt daarmee. absoluut. Want dat is een belangrijke vraag die wij Ja, heel vaak terugkrijgen. Ja. absoluut. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Ik denk dat ik de meeste vragen gehad heb. Ja, ik zie hier dat Afda zegt, de start werd door collega's heel argwanend bekeken. Dat zien wij ook, hè. Dat zien wij ook. Dat is een klassieker Maar bijna. op zich is dat goed, want weerstand wil zeggen er komt verandering. Verandering zonder weerstand, dat bestaat niet, Dat hè. bestaat Dus niet. argwaan, oppositie, kritische blikken, dat heb je echt wel nodig. Vaak is die argwaan ook terecht, hè? Want laten we eerlijk zijn, er zijn zoveel organisaties waar al zoveel van die initiatieven genomen zijn, hè, waar mensen dan gaan we weer dit doen en dan dat. En mensen zien dat gebeuren en ze zien het even snel terug wegdeemsteren. En dat creëert bij mensen op den duur zoiets van, weet je, daar gaan ze weer. Ze hebben weer iets nieuws uitgevonden. En
Ja, vaak, heel eerlijk, is het dan ook een beetje de fout van de omkadering die gemaakt heeft dat mensen er gewoon niet meer in geloven. En dan kom je inderdaad met die weerstand uit van, allez, wat gaan we nu weer doen? Ja, en het voordeel van VBS is dan, en daar kun je de meeste criticasters wel mee overtuigen, VBS heeft heel snel impact. Ja. Je kunt heel snel, dat topje van die ijsberg, orde en netheid, is heel snel zichtbaar. Dus VBS is niet een methodiek waar je eerst weken voorbereiding voor nodig hebt. Nee, wij proberen, als we bij klanten zijn, om eigenlijk binnen de week, binnen de 2 weken, Al actie te echt wel ondernemen actie te doen. en dingen visueel te Absoluut. veranderen Ja. al, hè? Zodanig dat mensen zoiets hebben van wauw, het verandert hier. Dus ook dat Ja. is weer een voordeel van VBS. Je gaat heel snel impact Laten hebben. zien, hè? Ja. Ja. Mensen hebben dat nodig om gemotiveerd te blijven, hè? Dat is duidelijk. Ja. Dankjewel. Als er nog ideeën of opmerkingen zijn, gooi ze zeker in de chat. Zoals je ziet, houdt Maarten daar heel mooi bij. Ja, ik kan erbij. Dus dat is heel goed. Dus ja, hier. Ja, dit is toch wel voor ons het belangrijkste stuk, die waarom en wat kan je ermee bereiken. Die ijsberg, zoals wij zeggen van 5S, ja, dat is voor ons het begin van alles en die moet helder en duidelijk zijn. Zijn jullie nu nog op zoek naar meer informatie? Ja, dan zijn er toch wel wat bronnen die je kan raadplegen. Ja, klopt. En, hopla, hier is hij. Een boek, dat is niet specifiek over 5S. Ja. Ik denk dat er een tiental pagina's over 5S staan als het eerste boek. De Toyota Way Klassieker, hè? is eigenlijk een klassieker van Jeff Liker. Jeff Liker is eigenlijk degene die heel veel zaken van Lean te boek heeft gesteld. Echt wel een boek, ik denk een 400-tal pagina's. Het is ook het Nederlands, ik heb de Nederlandse versie erop gezet. Echt wel een aanrader. Bij al onze klanten raden we dit boek Boek aan aan, en ja. tegenwoordig bij de nieuwe klanten Geven we dat brengen we het boek? boek ook mee. Ja, inderdaad. Dus echt wel een aanrader. Maar het gaat niet alleen over VBS, het gaat eigenlijk over alles wat met Alles wat lean en lean te leadership te maken. maken Dat heeft. staat er ook Het is uit. een beetje onze Bijbel. Managementprincipes, hè? Ja. Ik zie dat Christophe. Blio van PMP. Ja. Christophe, ik heb u het boek inderdaad bezorgd. Het tweede boek, 5S, Bert Theeuwen. Zeker een van mijn favorieten. Bert heeft een aantal boeken geschreven over een aantal lean-methodes. En die lezen echt Ja, als een kookboek eigenlijk. heel Heel overzichtelijk, overzichtelijk. makkelijk. Instructies. Dus als je echt de methodiek wilt leren, koop het boek van Bert Theeuwen. Ik denk dat het €20 kost. Ook het Nederlands, met heel veel foto's, heel veel voorbeelden ook. Gaat heel echt over de methodiek en de technologie. En Bert draagt ook dezelfde filosofie als wij. Absoluut. Bert, wij Ja. hebben ook in zijn podcast. Ja, klopt. Ja. Ja, beide is jammer genoeg vorig jaar Ja. overleden. Ja. Maar Maar Bert heeft de wel kop. heel wat leuke boeken geschreven over lean methodes. Ja, absoluut. Echt, het rode boekje is een echte aanrader. Ja. En En dan dan natuurlijk. onze eigen website. Ja. Ja. Dan moeten jullie allemaal eens proberen, als jullie 5S implementeren ingeven in Google, dan komen wij normaal gezien als eerste naar boven. En we hebben daar een leuk artikel op onze site staan met ook een aantal video's over hoe dat je 5S kunt implementeren op de werkvloer. En mocht je toch nog meer vragen hebben, of zeg je, kijk, we hebben wel wat meer hulp nodig om er echt mee aan de slag te gaan, ja, dan zou ik zeggen, bel ons. Neem even contact op, stuur ons een mailtje. En dan gaan we heel graag met jullie het gesprek aan hierover natuurlijk. Hè. Absoluut. Goed. We zijn mooi binnen de tijd. Ja. Dat vind ik al heel fijn. Maar ik vroeg mij af, zijn er nog vragen of opmerkingen die mensen willen delen hierover? Los van wat we daarnet al gevraagd hebben. Of een bepaalde feedback. Ik ben blij dat de technologie het gehouden heeft. Want we hadden toch eventjes schrik dat het niet ging lukken. Maar zijn er nog zaken die verduidelijkt moeten worden? Ik weet niet, laat het zeker even weten. Ik weet niet of er dingen gebeuren. Ja, er zit een beetje vertraging op. Ella vraagt of de boeken bij ons verkrijgbaar zijn op de website. Op de website niet, Ella, maar ja, in de betere online shop gaat je dit wel vinden. Om bol.com niet te noemen.
Okay. Nog vragen of ideeën? Goed. Wil jij dan nog afsluiten of is er nog iets wat je wil meegeven? Ik denk dat we alles gezegd hebben. Ja, denk het ook. We zijn heel blij dat jullie erbij waren. Als jullie vragen hebben, opnieuw, jullie weten ons te vinden. Onze website, onze telefoonnummers staan erop. Dus neem gerust contact op. En als jullie dan toch willen aan de slag gaan, ja, heel veel succes hè, met 5S. Ik hoop dat jullie er evenveel plezier aan beleven als wij. Dus succes ermee en tot in november voor de volgende webinar. Hè. Ja, klopt. Opnieuw rond 5S. En fijn weekend voor iedereen. Ja, ook. Inderdaad. Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met slimme processen en sterk leiderschap. Wil je zelf aanwezig zijn bij ons volgend webinar? Schrijf je dan in via www.leanleadership.be. Tot binnenkort.